statistisch gezien van, zijn die geboren van 1980 tot 2000. En ook wel genoemd de I-generatie of de Google-generatie, de internet-generatie. Een beetje perspex-achtig gevoel kan het ook zijn. En stuts moeten gekleurd zijn. Ik vind het een super inspirerende ochtend. Dat je echt al ziet wat de trends zijn. Je ziet linken met het hier en nu, met de dingen die om je heen gebeuren. En ja, ik vind het een aanrader voor iedereen. Het zou zeker gaan. Zou je andere mensen aanraden om ook te gaan? Ja, zeker. Zeker om inspiratie op te doen voor de inkoop. Dat je een beetje weet van wat de trends straks worden en hoe je in je webshop op die trend kan inspelen. En de verhalen en termen die gebruikt worden. Dat is zeker goed om te weten. De manier waarop Jan het doet, ja. Alles combineert. Ja. De winkeltjes en de mode en de... Wat hij zegt, wat iedereen doet, dat doet hij zelf ook. Dat is het leuke. We living in a very digital world. That's the buzz of today. And I think that you see from a lot of people that it's all about the sharing. We also had that in a meeting. This sharing of information, crossing ideas that you might be thinking with something that someone else is doing until you have something that really clicks. And I think that that's really what we're living in today. Ik hoop dat ze hebben onthouden dat we in een periode leven dat digitale geletterdheid heel belangrijk is. En dat zie je voornamelijk bij een nieuwe generatie, die dat heel goed snappen. En die ook snappen hoe je een nieuw spel moet spelen als retailer, als designer. En mijn focus is ook wel mode en interieur en design. Maar je kunt ook fietsen maken of je kunt ook een ijssalon beginnen. En dan kijken hoe moet ik gaan communiceren met mijn doelgroep en hoe doen andere mensen dat. We hebben dit keer over de wintertrends gehad, 14-15. Volgende keer gaan we het hebben over de zomer 2015. En dan zal ik altijd de key silhouetten en de key materialen en de key kleuren uitleggen. Verder geef ik ook altijd heel veel informatie over schoenen en over accessoires. Dus ja, het is een heel totaal aanbod. Sowieso daartussendoor geef ik ook al presentaties bij bedrijven en bij andere instellingen die trendinformatie willen hebben. En blijf je doorgaan met je blog voor Textilia? Zeker, ik vind dat heel erg leuk.